In november dit jaar krijgt de lokale omroep RPL nieuwe buren. Op de begaande grond van de voormalige Piers de Tienschool komt een nieuwe dierenartsenpraktijk. Ik spreek nu met Mirjam Voren. Mirjam, zou je de camera kunnen voorstellen? Nou, Mirjam dus, wat u net zegt. En ik werk bij Diergezondheidscentrum De Liemers in Harmelen. En ik ben dierenartsassistente, maar ik houd me ook bezig met de PR. We staan hier voor een prachtig nieuw oud gebouw. Wil je er wat over vertellen? Ja, we gaan daar een nieuwe dierenartspraktijk beginnen. En wij hopen daar de deuren te openen op 29 oktober. Aanstaande 29 oktober. En dat wordt een hele mooie nieuwe, moderne dierenartspraktijk. Ja, en jullie gaan dus de officiële opening doen op 10 november. Maar hoe onderscheidt deze dierenartspraktijk zich van andere? Goeie vraag. Dat is wel waar we over nagedacht hebben. En onze hoofdgebouw zit in Harmelen. Dat is al een mooie grote praktijk. En we hebben vestigingen in Vleuten, Maarsen en nu ook in Woerden. En we willen daar vooruit. Ja. Je bedoelt vooruit. Ik begrijp dat jullie ambitie groot is, hè? Zeker. Ja, we hebben veel plannen. En we zijn een moderne praktijk. Veel medewerkers, veel dierenartsen. En we willen graag Woerden ook van dienst zijn. Ja. Jullie nemen een bestaande dierenartspraktijk in Woerden over. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Voorheen was de praktijk op de Singel van de mevrouw Berg. En zij gaat daarmee stoppen. En wij hebben contact met haar gezocht. En we hebben een mooi plan samengemaakt. We werken al een poosje samen. En straks neemt Mattie Berg afscheid van de praktijk. En dan gaan wij hier verder in het nieuwe gebouw. Samen met de medewerkers van de praktijk van mevrouw Berg. Klopt. Alle oude medewerkers van de praktijk Berg zijn ook weer werkzaam hier in de nieuwe praktijk. Dus de oude gezichten zien jullie hier weer terug. Alle mensen uit Woerden zullen zeker de mensen weer herkennen. En bij de officiële opening zijn ze ook allemaal weer aanwezig. En straks als het nieuwe gebouw draait ook weer allemaal daar werkzaam. Ja. In vergelijking met andere dierenartspraktijken hebben jullie wel een behoorlijk uitgebreid dienstenpakket, hè? Klopt, ja. Wij we gaan vooral op afspraak werken. Dus mensen kunnen altijd bellen of online een afspraak maken op de praktijk. Zodat we ook echt de tijd hebben voor de dier. Dat je niet te lang hoeft te wachten in de wachtkamer, niet te druk. Dat is ons idee. En daarbij willen we ook aanbieden dat er een extra service is om je hond te laten wassen of knippen op de praktijk. Er komt een trimsalon. Verder zijn alle zaken aanwezig. Dus dentale röntgen, maar ook nog steeds de digitale röntgen. Je kan uitgebreid labonderzoek laten doen, ontlasting bloed, maar ook andere cytologiezaken. Verder houden we ons bezig met de uitbreiding van de zorg die wij kunnen bieden. Dus bijvoorbeeld een dier die niet naar de praktijk kan komen, kan de dierenarts bij u thuis komen. Dat is een onderdeel van onze praktijk ook. Verder hopen we zoveel mogelijk diensten te kunnen verlenen en ze op een zo groot mogelijk gebied. Mirjam, jullie openingstijden, hoe zien die eruit? Ja, we proberen zo ruim mogelijk aanwezig te zijn. Dus het idee is om op afspraak te gaan werken. Maar we hebben ook nog inloopspreekuren. En verder zijn we 24/7 aanwezig. Dus we zijn altijd bereikbaar. Mensen hoeven niet naar andere praktijken. Kunnen gewoon bellen. En dan krijg je de eigen dierenarts ook in het weekend. Of op 's nachts of op andere momenten. Dat klinkt fantastisch. Over het algemeen is het niet zo, hè? Nee, klopt. Vaak worden de diensten verdeeld, hè, over een groot gebied. Maar wij vinden het belangrijk dat wij aanwezig zijn voor alle patiënten. En ook zorgen we dat alle dierenartsen dan beschikbaar zijn. Dus hetzelfde gezicht op de praktijk, maar ook in het weekend of op een ander moeilijk moment. Ja. Klinkt allemaal prachtig. We zien uit naar de opening, de officiële opening op 10 november. Dan zullen we ook bij aanwezig zijn. Nou, graag. Ja, 10 november is iedereen van harte welkom op de praktijk. Het wordt een feestelijk moment. En we nemen dan ook gelijk afscheid van Mattie Berg, van de voormalige dierenarts. Maar het wordt ook vooral een hele leuke en bijzondere dag. Ja, graag tot ziens allemaal. Mirjam Voren, hartelijk dank. Graag gedaan. In Harmelen heeft dierenarts Rolf Been al jaren een grote praktijk. Deze is gevestigd naast het dierenasiel aan de Reijerskop in Harmelen.